Hoe scheid jij thuis je afval? Door middel van een doos karton daarin te doen en in een plastic zak het plastic afval. Dus ja, zo scheiden we zeg maar bij ons thuis. Uitdrukkelijk, dat wil zeggen papier bij papier, plastic bij plastic, restafval bij rest. Echt gescheiden. Alles. Plastic, karton, papier, nog meer. Alles, hè, blikken en alles gaat in de plastic zak. Glas gaat naar de glasbak, plastic en papier gaat in de duwcontainer. Dus dat is, en chemische afval hou ik ook apart, en batterijen. We hebben een groen container en één keer in de twee weken wordt het al papier opgehaald. Dus dat doen wij verder eigenlijk niet. Ja, alles moet apart zijn. Hè? Bijvoorbeeld plastic, wit, andere kant, rood, andere kant of... Alles. Water moet aan de andere kant moet zijn. Niet alle water en plastic en alles één keer afhalen. Hè? Slecht. Dus heeft u niet dingen die u wel scheidt? Of dingen? Wel, papier scheid ik, het groen en het plastic. Maar als ik haast heb, dan komt er wel eens ooit alles tegelijk in een bak. Heeft u wel eens uw huis verbouwd ook toevallig? Verbouwd, ja. En weet u wat er dan met het afval gebeurt van uw huis? Ja, daar volgen ze af, nemen ze gelijk mee. Die deze bij ons, hè? Ja. Ja, daar zijn ze gelijk meegenomen. Maar ik weet niet wat ze ermee doen eigenlijk. Nee, we zijn toevallig net wel op ons eigen gegaan door met een eigen huis. Dus we hebben het wel zo ingedeeld zeg maar, dat we wel gaan scheiden. Zeg maar, dus. Ik denk aan het stort. Dus wat er verder mee gebeurt, dat weet ik niet. Heeft u wel eens uw huis verbouwd toevallig ook? Ja, ja. En weet u wat er met het afval dan gebeurt, het restafval van het huis? In dit geval wel, omdat wij daar iemand voor hadden die het meegenomen heeft. Dat is wel lang geleden. En weet u ook wat er daarna mee gebeurt dan met het afval? Nee. Gerecycled denk ik, hè. In Elvaarbeek is alles apart, hè. Hout apart, behandeld hout zo en zo al gescheiden. In Waalwijk is er gewoon een gat van 40 meter diep. Is er gewoon mee vol gestart met die rotzooi. Okay. En nou halen ze het gas uit. Ja, ik kan zelf pakken en daar en dan terug. Zelf, ik heb het zelf gedaan. Wij hebben zelf ons huis verbouwd en al het steenafval hebben wij naar een bedrijf gebracht dat verwerkt. En de rest afval gaat gewoon naar het stort. Dus wat daarmee gebeurt, weet ik niet. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.